Ja, daar hangt hij. Ja, als ik zelf acteer, dan denk ik eigenlijk bij elke scène wel, ja, hoe zou B dit nou spelen? Als ik mijn ideale man moet omschrijven, dan komt hij wel heel dicht in de buurt. Moet je kijken. Die ogen van George en die lach van Brad. I met him at this after party at Leonardo's and it was so incredible meeting him in real life. I don't mean Leonardo, I mean him. Hier, kijk dan. 36 miljoen luisteraars, hè? Niet eens onder zijn eigen naam. Hallo. Ik zou het wat... Jongens, kunnen wij weer doorgaan? Ja, Dries. Ja. Bijna klaar. Zijn vrienden en familie hebben geen idee. Dat is toch onbegrijpelijk? Iedere blik heeft hij een andere emotie. Daar kan ik zoveel van leren. But then I looked him up on Facebook and it was like he was just a normal guy. Hij heeft echt de charme van Jude en de moves van Justin. Wat Epke kan met een rekstok, dat kan hij met zijn stem. Uithaal na uithaal na... Alleen toe. Hoog, laag en dat met 18 jaar. Hij verdient geen gouden kalf, hij verdient een gouden koe. In één woord, een droomman. Mr. Perfect. Een genie. Een inspirator. En volgens mij lijken we ook wel een beetje op elkaar, toch?